Hey, meester Michel hier. Papier werd zo'n 2000 jaar geleden uitgevonden door een Chinees. Dat is een mooie uitvinding, want je kunt er boeken mee maken. En kranten. En tijdschriften. Je kunt er zelfs mee knutselen. Maar papier heeft een geheim. Dat laat ik je in dit filmpje zien. Ik heb hier twee papiertjes. Die leg ik bovenop elkaar. Ik hou ze tussen duim en wijsvinger breed. En ik hou ze zo vast. Nu draai ik het papiertje om, de beide papiertjes, en kijk wat er gebeurt. Het onderste papiertje komt los van het bovenste papiertje. Nog een keer. Zo liggen ze bovenop elkaar en zo komt het onderste papiertje los. Hoe komt dat nou? Dit heeft te maken met hoe papier gemaakt wordt. Papier bestaat uit vezels. Als je heel erg zou vergroten, dan zie je die vezels kriskras door elkaar liggen. Maar in de papierfabriek gaat het papier door allerlei walsen en rollen en wordt het getrokken en verwarmd en komt het uiteindelijk op een grote rol terecht. En zo komen de vezels een beetje in dezelfde richting te liggen. En vezels die dezelfde kant op wijzen, geven meer stevigheid dan vezels die kriskras door elkaar liggen. Dus daarom is het papier in de lengterichting net iets steviger dan dwars daarop. Je kunt de vezels een beetje zien als ribbels in het papier. Die lagen zo in de lengterichting. Als ik papier aan de één kant beetpak, dan zie je dat die stevig is. Pak ik hem nou dwars erop, dan zie je dat die veel slapper is. En doe ik nu dezelfde trucjes bij de lospapiertjes. Ik leg de ene dwars op de andere. En ik hou hem bij de lengterichting beet. Dan zie je dat ze op elkaar blijven liggen. Maar hou ik hem dan dwars beet aan de andere kant, dan zie je dat die gaat hangen. Wil je nou ook andere mensen verbazen? Dan knip je uit één stuk papier twee vierkantjes. Je weet, de vezels liggen in dezelfde richting. Dus als je twee vierkantjes uitknipt en je draait de een kwartslag en legt die bovenop de andere, dan kun je de truc zelf thuis ook doen. Nu weet je dus een bijzondere eigenschap van papier. De volgende keer dat je op de wc zit, moet je het volgende proberen. Probeer een rechte strook te scheuren uit wc-papier. Dat lukt je zo. Maar probeer nou eens in de dwarse richting recht te scheuren. Chaos. Dat komt door de vezelrichting. Leuk dat je keek.